Goedemorgen en welkom bij deze webinar over DevOps. Waar we het onder andere gaan hebben over succesfactoren en implementatievraagstukken. Maar ook over dat DevOps veel meer is dan techneuten een technisch trucje leren. Maar dat je met DevOps ook echt strategisch voordeel kunt behalen ten opzichte van je concurrenten. Deze webinar wordt mogelijk gemaakt door Quint. Quint is een internationale advies- en implementatieorganisatie die bedrijven ondersteunt bij het ontwerpen en het uitvoeren van hun digitale transformatie. Mijn naam is Esther Tolk, ik ben Principal Consultant bij Quint. En als veranderkundige, trainer en coach help ik organisaties bij inrichtingsvraagstukken en bij transformaties op het gebied van Lean, Agile en DevOps. Olivia, wil jij je voorstellen? Jazeker. Goedemorgen allemaal, leuk om hier te zijn vandaag. Mijn naam is Olivia Plant, ik ben consultant bij Quint binnen de High Performance Transformations afdeling. En ik focus mij in het bijzonder op DevOps transformaties, vandaar dat ik bij deze webinarserie mag aansluiten als expert. En naast mijn werkzaamheden bij Quint ben ik ook verbonden als promovendus aan de Universiteit Twente in Enschede, waar ik onderzoek doe naar implementaties van DevOps en succesfactoren en alles wat erbij komt kijken. Ja, en ik vind het leuk om met een iets meer wetenschappelijke bril vaak naar vraagstukken te kijken en te kijken hoe werkt het nou eigenlijk in een ideale wereld, om dat daarna te vertalen naar concrete oplossingen bij onze klanten die op hun situatie toegespitst zijn. Oké, dankjewel. Sander. Ja, dankjewel. Mijn naam is Sander Hoogland. Ik ben ook een DevOps consultant. Dus ondersteunen organisaties eigenlijk in de zoektocht naar de optimale flow van stappen in de keten tussen business en IV en dat optimaliseren. Dat doe ik zowel als consultant, maar ook als trainer. En ja, bij DevOps komen eigenlijk allerlei andere onderwerpen kijken die we misschien wel kennen, namelijk Agile, Lean, maar ook soms zelfs de geschaalde vorm van Agile, het SAFe framework, dat wat houvast geeft op het moment dat je met meer teams wil samenwerken. Ja, ik ben eigenlijk enthousiast over DevOps, omdat het ja, iets losbandiger is en ja, je kan er best wel nog het een en ander zelf in afstemmen. Ja, dankjewel. Dankjewel. En Mick? Ja, Mick van de Mos van Spijk. Ik ben 20 jaar actief in de IT, 10 jaar als ontwikkelaar, 10 jaar als beheerder. Ik kom uit Apeldoorn, door zo'n woning, vriendin, twee kinderen en een Volvo, maar geen hond. Ik ben aangeschoven om wat ervaringen over het implementeren van DevOps bij bedrijven met jullie te delen. Okay. Nou, leuk. Dit is dus het expertteam waarmee we de komende 6 webinars de wereld van DevOps gaan verkennen. Dat zullen we steeds in verschillende samenstellingen doen. En soms zullen we ook een gast uitnodigen om op een bepaald onderwerp verder de diepte in te gaan. Leuk dat jullie kijken. Als jullie gedurende deze webinar vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen in de chat. En dan komen we daar na het eerste deel in de Q&A komen we daar op terug. In deze eerste webinar zullen we met jullie de wereld van DevOps gaan verkennen. Wat is DevOps precies? En wat is Enterprise DevOps? Dit is de eerste webinar in een reeks van 6. Waarbij we in de volgende webinars steeds op een bepaald onderwerp van DevOps de verdieping zullen opzoeken. Maar goed, na wat introductie is het nu tijd om echt te beginnen. Mick, wat is DevOps precies? Ja, dat is een goede vraag. In 2009 was het Patrick Dubois die voor het eerst de term gebruikte. Die was op zoek naar agile infrastructuur. En hij heeft daar een event om georganiseerd, de DevOps Days. Daar is eigenlijk de naam van overgebleven. zijn uitspraak, en die vind ik wel heel erg interessant, is DevOps is eigenlijk niks anders dan het verwijderen van silo's. En voor de rest is het plain engineering. Voor mij is het inderdaad kijken hoe je mensen moet samenwerken en hoe je engineering principes in je organisatie kan neerzetten, kan gebruiken. Ja, er is ook vanuit wetenschappelijk zicht is er heel vaak onderzoek gedaan naar wat is DevOps nou eigenlijk. Want het is vooral een fenomeen wat natuurlijk in de industrie is ontstaan. Door bedrijven die op zoek waren om development en operations van IT dichter bij elkaar te brengen. En toen bedacht de wetenschap, nou we gaan eens kijken wat hier nou eigenlijk bedrijfsbreed over de industrie heen eigenlijk werkt en wat het precies is.
Maar ja, toen kwam ze achter, er is eigenlijk geen echte definitie van wat DevOps is. Het is gewoon die combinatie van development en operations. En we zien dat er wel vaak bepaalde kaders zijn die DevOps teams delen. We zien dan cultuur bijvoorbeeld of automatisering van bepaalde processen. Dat zie je wel vaak terug, maar er is niet één vaste definitie of één vast framework wat nou echt de ene waarheid is. Hoewel wij wel als Quint zijnde natuurlijk ook bepaalde frameworks gebruiken in ons werk. Ja, je hebt bijvoorbeeld CALMS, C-A-L-M-S, voor het eerst gebruikt door Jazz Humble, de schrijver van het DevOps Handboek, veel gelezen boek. En CALMS, dat staat eigenlijk voor cultuur, automatiseren, lean, measurement en sharing. Dat zijn een soort handvaten waarvan een organisatie kan denken van dit zijn onderwerpen waar we iets mee moeten. En natuurlijk hoort daar dan nog een uitgebreide uitleg bij. Maar dat zijn ongeveer de zaken waar we als we DevOps willen gaan werken, waar we iets in moeten gaan betekenen. Daarnaast heb je vanuit DASA, en DASA staat voor DevOps Agile Skills Association, 6 principes. Die principes die zijn eigenlijk voor de DevOps teams een soort van een handvaten om voor te zorgen wat zijn nou bepaalde principes die we zeker moeten gaan uitvoeren om DevOps te werken. Ik zal ze even kort noemen de principes. Klantgericht werken. Dat betekent dat eigenlijk alle actie, alle activiteiten die je doet, die moeten iets gaan betekenen voor je klant. Dus je wil de verspilling in je processen wil je gaan weghalen. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk waarde toevoegende activiteiten doen. De tweede is dat je end-to-end verantwoordelijk bent voor een product of een dienst. Dus je bent vanaf het ontwikkelen en het in kaart brengen van behoeften, tot aan het in beheer nemen en het deployen van de applicatie. Eigenlijk over de volledige breedte van het proces ben je verantwoordelijk. Dan hebben we het cross-functioneel en autonome teams. Dus je wil binnen je team verschillende rollen hebben eigenlijk. En je wil elkaar ook steeds gaan versterken in die rollen. En die rollen gaan dan over die verschillende stappen in het proces. En autonomiteit als team is ook een belangrijke. Dat je niet continu afhankelijk bent van andere teams of andere organisatieonderdelen. En daarmee, door die autonomiteit, ben je eigenlijk in staat om redelijk zelfstandig je eigen tempo aan te houden en je eigen beslissingen te nemen eigenlijk. Dan heb je de focus op continu verbeteren. Ja, dus je wil echt consequent tijd inruimen om aandacht te hebben om je interne proces, maar ook je dienstverlening te gaan verbeteren. We hebben het automatiseren, wat een belangrijk onderdeel is. Niet het enige onderwerp. Hè. Soms zeggen mensen DevOps gaat alleen maar over automatiseren. Dat is niet zo, maar het is een belangrijke enabler om eigenlijk het belangrijke, de mogelijkheid om bijvoorbeeld makkelijker te deployen of betere kwaliteit testen te gaan krijgen. En dan hebben we nog het laatste principe en dat is create with the end in mind. Yeah, yeah. Dus je gaat alvast nadenken met je gehele team, dus met die ontwerper, met die test specialist, met die security specialist over hoe moet ons product er nou uitzien en kunnen we gaan ontwikkelen en ontwerpen alvast met dat idee van waar het uiteindelijk naartoe moet groeien. Dus DevOps is eigenlijk gebaseerd op een aantal principes en uitgangspunten. En een soort way of life eigenlijk. Maar oorspronkelijk komt het uit technologisch georiënteerde organisaties. Maar voor wat voor soort organisaties zijn de principes van DevOps en het DevOps werken nou geschikt? Ja, ik vind dat het van alle organisaties. Ik denk dat de DevOps is. In DevOps zit een stuk agile, zit een stuk lean. Dat wordt eigenlijk natuurlijk al, lean wordt al heel veel langer gebruikt natuurlijk. Mm-hmm. Dus in dat opzicht denk ik, joh, al die competenties, al die elementen zitten erin. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, ik had eigenlijk wel bij elke organisatie neerzetten. Mm-hmm. Autonome teams maken en die in staat stellen om de beste producten voor klanten te leveren. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik zou daar nog wel als kleine kanttekening aan toevoegen. Ik denk dat je het meeste uit DevOps en DevOps principes haalt op het moment dat je je IT als een waardeleverende functie beschouwt. Dat kan naar je klanten toe zijn, extern, dat je echt een softwarebedrijf bent, maar natuurlijk ook intern, dat je IT intern waarde levert aan stakeholders. Maar dat is toch waar DevOps echt om draait, dat jij een bepaalde dienst of een bepaald product levert aan je klanten.
En dat IT daarbij een belangrijke component is. Precies, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat we in heel veel organisaties in toenemende mate zien. Is dat veel organisaties IT steeds meer als die waardeleverende, een waardeleverende factor zien. En de meeste organisaties worden ook eigenlijk IT-organisaties. Er is bijna geen organisatie meer te vinden die niet een stuk IT omarmt. Maar de basisgedachte van DevOps is natuurlijk, you build it, you run it. Dus als je iets bouwt, moet je het zelf ook beheren. Nou, dat kun je vrijwel in elke organisatie overal toepassen. Dat is natuurlijk bijna altijd een goed idee, zou ik denken. En gaat dit echt over de principes van DevOps? Hè? Waar is het voor geschikt? Gaat het over teams? Maar wat is enterprise DevOps dan? Volgens mij is enterprise... Ik had het net over die silo's. Hè? Ja? Dus dat zijn eigenlijk... Teams, als je nu naar een organisatie kijkt, heb ik een ontwikkelteam en een testteam en een beheerteam. Eigenlijk het samenvoegen van die teams en daar bijvoorbeeld weer drie teams van maken, maar waar alle disciplines in zitten, dat is stap 1. En dat is het samenvoegen van die silo's, waar men eerder spullen over de muur gooide naar elkaar. En in de enterprise DevOps er ook over gaat, goh, hoe betrekken we dat leiderschap erin? Hoe gaan we over de managementlaag? Hoe gaan die ook op die manier werken? Daar zit eigenlijk ook een silo tussen, hè, tussen de teams en management en C-level. En ik denk dat het belangrijkste is in enterprise DevOps, is dat we die beweging ook gaan maken, zodat het leiderschap ook heel goed de DevOps implementaties en transformaties kan ondersteunen. Ja, dus het is niet een greenfield situatie waar we in terechtkomen, maar er is nou eenmaal een bestaande organisatie en misschien... Is die al 50, 60 jaar oud? Dan is er een bestaande cultuur, is er een bepaalde manier van werken. Dat nemen we allemaal in oogschouw. En het is dus niet alleen maar gericht op dat DevOps team wat mooi opnieuw kan worden ingericht. Er is misschien een legacy applicatie. Er zijn gewoon een aantal zaken waar we verder moeten kijken dan alleen maar het dev en ops bij elkaar voegen. Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat we zien in veel organisaties. Dat teams met DevOps bezig zijn en daar heel succesvol kunnen zijn en daar ook heel veel energie uit halen. Dat zij uiteindelijk aanlopen tegen de barrières van de organisatie die onvoldoende meebewegen. Nou, ik denk dat het stukje enterprise DevOps is. Waarbij je ook naar het hele systeem eigenlijk kijkt. En hoe je dat ook in die DevOps way of living kunt opnemen. Ja, we zien dat DevOps teams ook behoorlijk veel verantwoordelijkheden hebben in één keer. Dus die zijn verantwoordelijk voor security, een stukje risk en compliance. Maar ook je HR-processen moeten misschien anders ingericht worden op een gegeven moment. Daar gaan we het ook nog over hebben in een andere webinar natuurlijk. Dus dat betekent dat alle andere afdelingen om de DevOps teams heen ook mee moeten veranderen in een transformatie. Dus als je het echt goed wil doen, zou ik zeggen dat toch wel elke DevOps transformatie is ook een enterprise transformatie. Okay. Nou, dan hebben we het over enterprise DevOps. We hebben gezegd, je kunt daarmee echt strategisch voordeel behalen ten opzichte van je concurrenten. Kunnen we wat dieper inzoomen op wat je nou echt met DevOps en met het werken langs de principes van DevOps kunt bereiken? Ja, je werk wordt beter, hè, dus de kwaliteit gaat omhoog. Sneller over het algemeen, dus je bent in staat om de vraag van de klant om te zetten in een nieuwe functionaliteit bijvoorbeeld. En die doorlooptijd die kan drastisch worden verminderd. Leuker vind ik zelf ook altijd een belangrijke. Je merkt dat organisaties, zeker in de IT-afdelingen, steeds lastiger krijgen om goed personeel, om goede medewerkers aan te trekken. En als ze hebben, om ze ook vast te houden. En dit is echt een manier waarin je als medewerker veel verantwoordelijkheid hebt. Je wordt betrokken. Je mag beslissingen nemen. Je krijgt de juiste faciliteiten. Dus ja, dat is ook wel echt iets om je als werkgever in te onderscheiden. Olivia, je hebt onderzoek gedaan ook naar dit stukje. Ja, vooral naar het strategische element inderdaad. DevOps en agile werken wordt natuurlijk heel vaak in operationele termen beschouwd. Dus dat je sneller bent, dat je beter wordt, betrouwbaarder. Dat zijn allemaal heel erg waardevolle dingen. Maar daarnaast bewerkt het ook nog dat je als DevOps team strategisch voordeel kunt behalen voor je organisatie. Daarvoor heb ik gekeken naar bestaande onderzoeken over DevOps teams en DevOps implementaties. En heb ik eigenlijk een verzameling gemaakt van allemaal capabilities. Dus vaardigheden die DevOps teams moeten hebben om succesvol te kunnen opereren.
Ja, daar blijkt toch uit dat die behoorlijk veel vaardigheden hebben die echt een strategische een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor hun organisatie. Ik baseer me daar voornamelijk op een theorie uit de jaren 90 van een strategisch management academicus, David J. Teese. Die had destijds daarnaar gekeken, wat maakt nou eigenlijk sommige bedrijven beter en succesvoller dan andere bedrijven? Bijvoorbeeld een Apple, wat maakt Apple nou zo bijzonder? En daar blijkt eigenlijk uit dat dit soort bedrijven heel erg sterk daarin zijn om te veranderen op basis van, of te reageren op veranderingen in de markt. Mm-hmm. Dat kennen wij natuurlijk in de huidige tijd onder de naam Enterprise Agility, maar dat idee bestond dus eigenlijk al langer. En daarvoor moet je eigenlijk drie verschillende soorten capabilities hebben. De eerste gaat erom dat je kansen en risico's in de markt weet te detecteren. Zowel bij je klant, bij de concurrentie, dat je gewoon weet wat er gebeurt en dat je goed om je heen kunt kijken als organisatie en deze kansen en risico's dus ziet. De tweede capability gaat om de juiste beslissingen nemen. Daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk om te kijken dat de goede informatie snel bij de juiste persoon terechtkomt bijvoorbeeld. Die dan een bepaalde prognose kan maken of die echt goed geïnformeerd is en een beslissing kan nemen die ook goed uitpakt voor het bedrijf. Dus je mag nemen die beslissing, dus als je precies, het mandaat ja, hebt. Dat is een hele belangrijke vraag. Wie mag nou eigenlijk de beslissing nemen? Ja, en binnen welke vangrails, binnen welke bandbreedte kun je dus die beslissing nemen? Ja, precies. Maar je wil natuurlijk zo snel mogelijk een beslissing nemen op het moment dat je een risico of een kans ziet. Dus dat is altijd een heel erg belangrijke afweging. En het laatste is dan het transformeren zelf eigenlijk. Dat is maar één van die drie capabilities. Dat je bijvoorbeeld je businessmodel aanpast, je producten en dienstenverlening aanpast of in ieder geval een beetje aanpast, afhankelijk van waar je staat. Maar ook dat je zelf als organisatie nieuw kunt opstellen. Misschien moet je wel nieuw weten in te richten of moet je nieuwe kennis ontwikkelen om je klanten steeds beter van dienst te zijn. Dus dat soort transformatie capabilities zijn ook heel belangrijk. En als we dat nou vertalen naar DevOps-teams, dan zien wij dat DevOps-teams juist heel erg sterk zijn op deze drie vlakken. Want die staan natuurlijk heel vaak in contact met de klant, dus die weten precies wat er speelt, wat wil de klant nou eigenlijk. Die kennen hun product beter dan iedereen in de organisatie, dus die weten als allereerste wat zijn nou de kansen en de risico's omtrent hun product of dienstverlening. En omdat ze autonoom zijn, kunnen zij dus juist heel erg snel deze beslissingen nemen. Zoals we net zeiden, ze willen natuurlijk heel snel beslissingen kunnen nemen in plaats van lange moeilijke autorisatieprocessen in te gaan. Dus het is heel belangrijk dat zij autonoom kunnen ageren. Ja. En het laatste, transformeren, dat lukt in een DevOps-omgeving natuurlijk ook vrij snel, omdat zij bijvoorbeeld bepaalde processen automatiseren, waardoor zij snel kunnen deployen en hun product kunnen aanpassen. Maar ook op menselijk gebied, ze zijn heel breed geschoold. Dus ze kunnen bijvoorbeeld heel snel een nieuwe positie innemen en een net iets andere dienstverlening aanbieden, bijvoorbeeld mocht dat nodig zijn, of iets meer nadruk leggen op een bepaalde discipline op het moment dat de klant daarom vraagt. Dus echt ook die organisatorische flexibiliteit. Precies, ja, klopt. Maar dat moet natuurlijk wel vanuit de organisatie allemaal mogelijk gemaakt worden. Mm-hmm. Dus daar zit wel een behoorlijk stukje ondersteuning ook vanuit de organisatie in om dat soort flexibiliteit mogelijk te maken. Mick, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zie jij in jouw praktijk? Ja, in de praktijk zien we dat teams, als die wendbaar zijn, als die DevOps-principes adopteren en wendbaar worden en zelfbeschikking krijgen, zien we dat ze heel goed kunnen acteren op die markt, kunnen ze ook echt die strategische voordelen halen. Belangrijk element daarin is denk ik het leren. Dus we continuous improvement leren, hadden we het net al over. Een heel belangrijk element is dat ze altijd blijven leren en ook zelf op onderzoek gaan, ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. Echt enabled worden door het management om ook in staat te zijn om de juiste opleiding te volgen, de juiste dingen te leren om goed op de vraag van de klant te kunnen reageren. Okay. Olivia, kun jij nog iets zeggen over de voorwaarden die belangrijk zijn in die omgeving? Ja, nou ja, zeker. Mick heeft het net al genoemd. Management is natuurlijk een hele belangrijke factor qua gedrag ook, om het vertrouwen aan de teams te geven en de teams iets losser te laten, zodat zij daadwerkelijk autonoom kunnen werken. Maar tegelijkertijd moet je ook dit soort autorisaties in je governance bijvoorbeeld weten te embedden. Dus je moet echt even kijken, wat mogen de teams nou wel en niet beslissen? Waar hebben ze toegang tot? Bijvoorbeeld, mogen ze nou iets op de productieserver doen? Want dat is heel vaak juist wel nodig als wij snel willen acteren. Dus dat soort governance beslissingen moet je ook wel als bedrijf weten te nemen. Ja, en daarnaast natuurlijk heb je dan als bedrijf allemaal autonome DevOps-teams, maar je wil wel dat ze allemaal een beetje op één lijn blijven en naar hetzelfde doel werken. Dus vraagstukken als visie en strategievorming
En communicatie daarvan, heldere communicatie, zijn ook ontzettend belangrijk. Ja, en uiteindelijk natuurlijk training en ondersteuning van de teams. Om die nieuwe verantwoordelijkheden ook zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn heel belangrijk. Ja, ik vind cultuur ook nog wel iets wat we los kunnen noemen. Ja, juist als je die teams multidisciplinair maakt en best wel een hoop van ze verwacht eigenlijk. Dan wil je wel dat er een soort van cultuur is waar ook veiligheid een belangrijke rol speelt. Hè? Want je verwacht dat die teams gaan ontdekken wat de klant wil. Nou, daar moeten ze ook experimenten voor doen. Daar moeten ze af en toe iets voor uitproberen wat misschien helemaal niet werkt. Maar juist geef ze daar de tijd voor en geef ze ook de ruimte om die fouten te maken. En laat ze eens vertellen waarom het fout gaat, want daar kun je uiteindelijk ook weer ontzettend veel van leren. Oké. Nu kan ik me voorstellen dat kijkers zich afvragen, dit is hoe ik, waar ik voordeel kan behalen als ik langs de principes van DevOps werk. En zo ziet dat eruit. Maar hoe kom ik daar nu? Wat zijn nou de eerste stappen die ik kan zetten om van hier naar daar te komen? Hoe word ik nou zo'n DevOps gestuurde organisatie? Ja, volgens mij is het heel belangrijk dat je start met meten. Bijvoorbeeld, we doen workshops over welke metrieken kan een DevOps team nou gebruiken om hun performance in kaart te brengen. Om hun tijden in kaart te brengen. Hoe lang duurt het nou voordat er een vraag binnenkomt en dat er een verandering in de software wordt opgeleverd. Ik denk dat dat een superbelangrijk element is. Dat je eerst begint, oké, hier staan we. Dit meten we nu. En daarna gaan we verbeteringen doen en dan moeten die metrieken die we hebben gekozen natuurlijk verbeteren. En dat wordt ondersteund eigenlijk door een stukje, je kan bijvoorbeeld een scan doen op je team over wat zijn nou de capabilities in mijn team. En daaruit kan blijken dat je bepaalde kennis nodig hebt. Dat kan je ophalen of leren of inhuren. Maar dat is heel belangrijk. Ik denk dat je start altijd met de basis, waar staan we nu? Hoe kan ik dat laten zien in cijfers? Hoe kan ik dat als team gaan inzetten om te kunnen verbeteren? Dus eerst dat inzicht krijgen. Ja. Ja, je kan ook wel enigszins strategisch kiezen voor welk team daar dan geschikt voor is om DevOps te gaan werken. We hadden het net over die principes. Hè. Je kunt kijken van welk kunnen we een team identificeren die misschien al een aantal van die principes, een aantal van die voorwaarden al met zich meedraagt. Hè. Dus is er misschien al een team wat redelijk autonoom kan werken aan een eigen applicatie? Is er ergens een team waarin eigenlijk de positieve energie al zit? Mensen die het leuk vinden om deze uitdaging aan te gaan. Waar misschien een teamleider of een manager zit die het al redelijk goed kan loslaten allemaal. Die het team echt in staat wil stellen om succesvol te zijn. En zo kun je enigszins een succesje behalen in de organisatie en van daaruit eigenlijk ook met de leerpunten daarvan de rest van de organisatie gaan bekijken. Want het is niet zo dat je zo'n blauwdruk hebt, hè? Dat zeggen we net, er is geen blauwdruk, dus eigenlijk wil je voor elke team weer een eigen context scan maken en wat is er voor dat team op dat moment het belangrijkste, wat is de meest logische eerste stap. Gaan we eerst beginnen om misschien wat automatisering toe te passen? Of gaan we eerst beginnen om de teamsamenstelling aan te passen? Dat is elke keer weer een uitdaging opnieuw. Ja. Daarnaast zou ik ook nog adviseren om in ieder geval op kleine schaal alvast te kijken naar hoe gaat DevOps straks werken in je organisatie. Daarvoor hoef je bij lange na niet je hele organisatie alvast van tevoren opnieuw in te richten. Maar in ieder geval even kijken van, hoe zit het straks met security bijvoorbeeld? Hoe kan ik daarvoor zorgen dat de security afdeling de DevOps teams zo goed mogelijk ondersteunt? Hoe kunnen we de HR-processen misschien opnieuw inrichten, zodat de DevOps teams daar ook voordelen uit kunnen halen? Al dit soort vraagstukken zijn wel handig om van tevoren alvast te bedenken. Want DevOps, hadden we al eerder besproken, heeft heel veel aanraking met andere entiteiten binnen een organisatie. Dus daar moet je wel even over nadenken. Hoe gaat het straks eigenlijk uitzien dat het niet allemaal helemaal organisch gaat groeien? Want dan werkt het misschien ook niet zoals je had gehoopt. Nee. Dus zoek eigenlijk een team wat, hoor ik jullie zeggen, redelijk autonoom kan werken. Ja. En kijk hoe de afhankelijkheden zijn met andere teams, met ondersteunende processen zoals HR. Maar ook met processen zoals security. En zorg eigenlijk dat je vanuit dat management een vrije baan hebt voor dat team om echt aan de gang te gaan en echt dat eigenaarschap te pakken. Ja. En kijk hoe je daar leerervaringen uithaalt, successen kan vieren
En zorgen dat, dat je dat als een olievlek over de rest van je organisatie kunt laten uitgaan. Ja. Ja. Oké. Okay. En als we dan kijken naar, ik kan me voorstellen dat het best wel intensief is, zo'n transformatie. Ook met één team, maar ook als je dat breder wil gaan doen. Wat zijn daar belangrijke aspecten in, op het moment dat je echt gaat transformeren? Ik denk, wat ik zie in de markt is dat je vooral geduld moet hebben. Want je gaat langzaam verbeteren. Je gaat langzaam kleine stukjes aanpassen en kijken of dat werkt. Dus ik denk niet dat je binnen 3 maanden kan zeggen, we zijn klaar, we zijn nu een DevOps-organisatie. Ik denk dat dat echt heel lang overheen gaat. Dat zien we ook gebeuren. En zo'n team gaat langzaam verbeteren, gaat met andere teams aan de slag. Gaan bijvoorbeeld, wat ik een heel belangrijk element vind, is afhankelijkheden in kaart brengen. Tussen de teams, in de organisatie. En ik denk, daar zit gewoon heel veel tijd in. Je moet gaan uitzoeken en in kaart brengen. Waar zit ik? Waar kan ik veranderen? Waar kan ik verbeteren? Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is. Ja, de winkel blijft natuurlijk gewoon open. Hè. De klanten die stoppen niet opeens met afnemen. We moeten wel gewoon onze processen blijven draaien zoals dat wordt verwacht. Belangrijk ding onderdeel daarvan is denk ik wel, als je de keuze maakt om met DevOps te gaan doen, dat je wel een aantal, of een team of van een aantal mensen die wel echt toegewijd met hun volle aandacht eraan kunnen werken en die teams ondersteunen en bevragen met wat hun ervaringen zijn. Dus je hebt wel een expertise team nodig die transformatie of die verandering weet te drijven. En als je die in je organisatie hebt, dan is dat prachtig. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei manieren om die externe kennis in de organisatie te krijgen. En door middel van coaching of door middel van ondersteuning zorgen dat je de kans dat het succesvol wordt wel zo groot mogelijk weet te krijgen. Ja. En zeker als je begint met meten, zoals we dat net al hadden besproken, zie je natuurlijk aan het begin altijd dat je toch eerst misschien een kleine performance dip komt. Omdat mensen gewoon die leercurve moeten hebben. Die hebben gewoon tijd nodig. Dus die tijd moet je ook echt wel aan de mensen geven en zeggen het is oké dat wij nu met z'n allen samen deze ervaring delen en hier aan het leren zijn. Dus je moet niet op dag 1 verwachten dat iedereen gelijk de top performance levert natuurlijk. Die ruimte voor en ontwikkeling die moet er gewoon zijn. Ja. Dus dan hoor ik jullie eigenlijk zeggen, zorg dat je meet, dat je op empirische basis ook die verandering vormgeeft. Dat je ruimte geeft om te experimenteren. Maar dat je vooral ook focus en ruimte organiseert in je organisatie. Dat je voldoende coachingsbody hebt om ook, ook om dipjes op te vangen en om te spiegelen en te kijken waar het beter kan. En zorg voor een stukje kennisinjectie. Dus in de vorm van training of gaming of allerlei mogelijkheden die daarvoor zijn. Om te zorgen dat je ook die kennisboost kan doen. Ja. Nou ja, om je denk ik ook op je gemak te voelen om dat leerproces in te gaan met elkaar. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je tijd reserveert voor zo'n team om te gaan leren. Mm-hmm. 10 tot 20% van je tijd heb je echt wel nodig om te leren, te blijven leren. En ook om in de toekomst op de markt te kunnen reageren. Dus het is helemaal niet raar als je inderdaad een team veel mogelijkheden geeft om te leren. Ik denk dat ze daar heel goed van worden. Oké. Olivia, Mick, Sander, onze tijd zit er ook weer op. Dank jullie wel. Ook kijkers, dank jullie wel voor het kijken naar deze webinar. Ik denk dat we vandaag een mooie overview en introductie hebben gegeven op het onderwerp DevOps en wat Enterprise DevOps precies is. In de volgende webinar gaan we verder de verdieping zoeken. Dat doen we op het onderwerp Value Delivery en DevOps. Dat is op 30 september, ook weer om 11 uur. En hou daarvoor ons YouTube-kanaal in de gaten. Dankjewel.